Het DNA-lid Marinus B. heeft vandaag bij de aanvang van zijn betoog tijdens de begrotingsbehandeling gewezen president Ronald Venetiaan gecomplimenteerd. Venetiaan heeft aan de vooravond van de revidentieviering volgens B. een inspirerende boodschap gebracht. Deze boodschap was volgens de parlementariër bedoeld voor zijn landgenoten met wie hij vandaag in Suriname vrijwel hetzelfde lot deelt. Deze boodschap kenzet ze daarom bij mij en bij vele andere Surinamers het beeld van een staatsman die toen werd opgeroepen wakker te worden en zijn pyjama uit te trekken omdat het land in Bantie verging. Deze revidentieboodschap was in tegendeel een oproep en een uitnodiging aan zijn landgenoten samen de bakens te verzetten om het getij te helpen keren. Dit omdat Suriname de afgelopen jaren is afgeleid in een situatie waar je niet zonder kleerscheuren meer uitkomt. Voorzitter, het was een boodschap van hoop. Het was een boodschap van vaderlandsliefde en moed. En we bedanken de president Venetiaan. Grantangi, de gewezen president Venetiaan. B. zei verder dat de fractie van de ABOP zich zorgen maakt om de moeders en vrouwen die worden vermoord door hun mannen. In de begrotingen voor het dienstjaar 2018 van de ministeries van Juspol en Sosavo zijn er volgens B. geen speciale programma's opgenomen die zouden moeten bijdragen aan de bescherming van de Surinaamse vrouwen. B. zei dat naar zijn bescheiden mening Suriname de afgelopen periode naar de afgrond is geregeerd. En het is zeer teleurstellend dat ik straks als lid van uw parlement de geschiedenisboeken inga als iemand die ook niet in staat was een eventuele faillissement van Suriname te stuiten. En ik weet dat aan gene zijde de verdedigingsmachine, zoals dit altijd gebeurt, op gang wordt gebracht, waardoor de verantwoordelijke minister de ruimte wordt ontnomen om zelf zijn beleid te verdedigen. Ik wil van hieruit nog benadrukken dat het parlement de regering kritisch moet begeleiden en niet steeds weer proberen in de schoen van de verantwoordelijke minister te gaan staan. Weliswaar hebben we tot nu toe een ander beeld gezien en we hopen op continuïteit. Het ABOP-DNA-lid Marinus W. vandaag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2018.